Attenzione! Gentlemen! Sfeer. Strijd. Saamhorigheid. Voetbalclub De Graafschap speelt een belangrijke rol in de Achterhoek. De thuiswedstrijden op de Vijverberg zijn goed bezocht. Een voetbalteam met een geuzennaam. Waar vind je dat nog? Als de spelers het veld opgaan, komen ze over de tegel met het opschrift DRAN, wat krachtig uitdrukt: kom op, aan de slag. Het publiek verwacht inzet. Het team moet ervoor knokken. Het is dan ook niet voor niets dat een bezoek op de Vijverberg in Doetinchem door de andere clubs als lastig wordt gezien. 11 man in het veld, de 12e is het publiek. Balend bij verlies en vol zelfvertrouwen bij winst. De Graafschap is in 1954 opgericht en maakte toen deel uit van een profcompetitie van 10 ploegen. Het staat daarmee aan de basis van het betaald voetbal in Nederland. Er is altijd veel sympathie voor de club uit het oosten, ongeacht in welke divisie het uitkomt. De Graafschap heeft in de afgelopen jaren geweldige spelers voortgebracht. Zoals Guus Hiddink, Klaas-Jan Huntelaar en de broers Luc en Siem de Jong. De trainingen van de selectie vinden plaats bij SVDW. De jeugd van de Graafschap speelt haar wedstrijden op Sportpark Zuid, waar de club de beschikking heeft over diverse grasvelden en een kunstgrasveld. Dagelijks worden hier ook de jeugdselecties verzorgd. De Graafschap wil met de jeugd op een zo hoog mogelijk niveau acteren en heeft een hoog aangeschreven voetbalacademie. Stadion De Vijverberg is een aantal keren verbouwd om te blijven voldoen aan de eisen die supporters, sponsoren en de KNVB stellen. De laatste grote verbouwing dateert uit de periode 1999-2000. Er vinden structureel verbeteringen plaats. Een stadion met nog betere faciliteiten voor sponsors en supporters blijft een wens. Daarbij zal de intimiteit van het huidige stadion bewaard blijven. Niets is zo bijzonder voor het publiek dan zo dicht op het veld zitten. En ja, daarnaast is het natuurlijk belangrijk om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Iets waar het team, de staf en de organisatie hard voor werken. Daarbij zijn sponsors van levensbelang. De Graafschap is in haar begroting voor zo'n 60% afhankelijk van haar sponsors. Die worden dan ook gekoesterd in haar businessclub, het grootste zakelijk platform van Oost-Nederland. Dit zakelijk platform kan beschikken over goede faciliteiten en activiteiten. Op de eerste etage van het stadion bevindt zich de Business Lounge. Maandelijks zijn er zowel grote als kleinschalige businessbijeenkomsten, waarbij het netwerken centraal staat. Deze zaal is voorzien van meerdere horecapunten, een podium en een bruin café. Eén etage hoger is de Sponsor Lounge. Hier kunnen sponsoren in een nog luxere ambiance voor thuiswedstrijden dineren of lunchen. Daar maken veel sponsors graag gebruik van. Relatiemarketing in optima forma. Deze goed uitgeruste sponsorruimtes zijn buiten de wedstrijddagen om ook beschikbaar voor andere evenementen of zakelijke bijeenkomsten. In overleg met de Graafschap kan er een totaalpakket worden samengesteld van audiovisuele hulpmiddelen tot borrelhapjes en van bekende gastsprekers en muzikanten tot complete buffetten. Bij de thuiswedstrijden zijn de business seats goed bezet. Met een diner vooraf of napratend bij een borrel na afloop wordt elke wedstrijd een bijzonder evenement. De unieke sfeer wordt door velen geroemd. De laatste jaren is de aandacht voor betaald voetbal in de media en dus ook voor de Graafschap enorm toegenomen. Regelmatig zijn er wedstrijden live te volgen via Fox en op internet. De samenvattingen op het open net worden door honderdduizenden bekeken. Adverteerders op en rond het veld zijn dus gegarandeerd van extra tv-minuten aan publiciteit. Gemiddeld zijn er zo'n 20 journalisten vertegenwoordigd bij een wedstrijd.
Voor de televisieregistraties zijn er diverse medewerkers aanwezig. Je kunt je voorstellen dat het na afloop van de wedstrijd behoorlijk dringen is in de catacomben. Daar wordt dan ook gewerkt volgens een strak schema, waarin de spelers en trainers binnen 20 minuten de pers te woord staan. Aansluitend volgt dan de persconferentie. De beelden van deze persconferentie worden live doorgezonden naar de schermen in de sponsorruimte. Oké, sluit hem hier af. Een betaald voetbalbedrijf zoals de Graafschap kan niet zonder een goede kantoororganisatie. Op het gebied van algemene zaken, ticketing, veiligheid, commercie, horeca en communicatie moet veel werk worden verricht. Over deze professionele organisatie houdt een raad van commissarissen toezicht. Zo is de continuïteit gewaarborgd. Naast de vaste medewerkers en tientallen vrijwilligers worden er op wedstrijddagen een paar honderd extra mensen ingezet. Gemiddeld speelt de Graafschap 2 keer per maand een thuiswedstrijd. Voor veel supporters en sponsors een evenement om naar uit te kijken. De Graafschap staat bekend om haar grote bezoekersaantallen en haar fanatieke aanhang. Er heerst een voetbalsfeer bij uitstek. De Brigata Tifosi weet bij bijzondere gelegenheden het publiek te verrassen met bijzondere stunts, spandoeken of motiverende spreekkoren. De mensen op de Spinnekop zijn de absolute sfeermakers van Nederland. En dan is er nog de goedlopende kidsclub en de speciale ouder- en kindvakken. Op maatschappelijk gebied is de Graafschap ook actief. De spelers zetten zich onder meer in voor Fatima, kinderen in het ziekenhuis, op basisscholen als voorlezer en het geven van clinics. De spelers motiveren kinderen met overgewicht om af te vallen en proberen jongeren van Sport United weer op weg te helpen. De Graafschap mag al enkele jaren het label meer dan voetbal dragen. Kortom, voetbalclub De Graafschap staat midden in de regionale samenleving. Ze biedt maandelijks voor duizenden voetbalspektakel. Daarbij mogen de vele tienduizenden volgers in het land niet worden vergeten. De club wordt al jaren gedragen door betrokken sponsors en supporters en gesteund door een professionele organisatie. Met recht kunnen we zeggen, De Graafschap is sfeer, strijd en saamhorigheid. Wij zijn De Graafschap en De Graafschap, dat zijn wij.